Aardig gegleden. Opening is goed. Karlsson, Kerkes. Zorgt ervoor dat een optie is aan de linkerkant. Hij geeft de voorzet. Vrije kopkans. En het doelpunt. Geen buitenspel. En al in de 8e minuut de 1-0 voor AZ. Een voorzet op maat van Karlsson en een kopbal op maat van Odgaard. Hij komt heerlijk om hem dan lekker tegendraads in te koppen. Dit zou een kans op kunnen leveren. Ah, er staan er drie van AZ om dat te voorkomen. Dat is in eerste instantie genoeg. Oeh, had ze die aankomst. Legt zich daar wat te verstappen en dan is het raak. De bal zit erin via Dovbyk. AZ nu even met vier man. Lachdo, op het moment dat Diepro er ook maar vier terug heeft. Beste is er ook al een tijdje vanaf. Dat deed De Wit niet handig. Klaas zorgt ervoor dat het nog een keer kan. Sugawara, voorzitter is goed. Nou, daar dan. Daar is dan de 2-1. Pavlidis. Nu weer helemaal terug. Hier geen sprake van buitenspel. Sugawara kijkt. De voorzet goed. Weer alle vrijheid. Dekker daarachterin bij Nipro gaat niet heel denderend. Ik snap dat ze niet alle risico namen om de tweede te maken. Maar nu moet je toch op een gegeven moment iets gaan doen in een poging om nog die gelijkmaker te produceren. Misschien laat maar de bal aan hem geven. Bazour kop terug. Zo! Wat doet die nou zeg? Ja, of hij denkt, die Verhulst die heeft al een tijdje niks te doen gehad. Dus even kijken of hij nog een bal uit de kruising kan tikken. Nou, dat lukt. AZ wint weer en pakt dus overtuigend de zege ook in deze groep.